Video nummer 5. Het is alweer zondagmiddag. Het einde van de middag. Er is hoop gebeurd. Hoop nieuwe mensen leren kennen. Gisteren bijvoorbeeld kwam ik na het terugbrengen van de auto kwam ik bij een. Daar liep ik langs een kerk. En er waren een aantal jongeren waren daar binnen. Dus ik ben even naar binnen gelopen en even een praatje gemaakt. Ik nodigde hem gelijk uit voor de zondagochtend en middagdienst. Dus daar ben ik vanmiddag of vanochtend ben ik daar even langs geweest. Het was een mooie dienst. Helemaal in het Engels. Dus het is nog steeds even wennen, maar het gaat wel steeds beter. Na de dienst sprak een aantal jongeren die spraken me aan. En die vroegen of ik zin had om mee te gaan even een bakje koffie drinken bij een cafeetje daar in de buurt. En daarna vroegen ze of ik zin had om mee te gaan naar een market. De market die wij in Nederland kennen is blijkbaar heel wat anders dan wat ze hier een market noemen. Daar zijn we dus vanmiddag geweest. Samen met nog vier van die anderen. Market daar is eigenlijk een grote soort fair-achtig. Hele grote tenten waarin mensen echt alles kunnen verkopen. Grote muziektenten bij. Mensen die languit in de grasweiden liggen. En eigenlijk één grote feest daar zo. Super gezellig. Die foto's ga ik nog even een keertje posten of zo. Dus daar ben ik eigenlijk net van terug. En nu sta ik, zoals jullie misschien wel zien, in het zwembad. Gisteren heb ik ook wel even gezwommen. En net eigenlijk weer. Het is hier een buitenbad, 50 meter. Ik zou ook binnen kunnen zwemmen. Een 25 meter bad. Maar goed, het is nu 28 graden. Dus op zich is een buitenbad wel lekker. Het is alleen wel even echt weer vermoeiend. 2 maanden al niet meer gezwommen. Dus het is een mooi terrein hier zo. Super luxe. Zoals ik gisteren al zei, echt heel erg groot. Ik zal even een klein stukje laten zien. Je hebt bijvoorbeeld, hier heb je een heel groot renbaan, atletiek. En dan heb je hier gewoon het zwembad. Het zijn nu wel banen van 25 meter. Maar goed, die gaan er binnenkort uit, liet ik me vertellen. Dat ga je niet helemaal zien, denk ik, maar... Hierboven, ik zal er even naartoe lopen. Hierboven nog een voetbalveld. Tennisvelden daarachter. En rugbyvelden natuurlijk. Hele populaire sport hier zo. Echt heel populair. Nou, daar in het gebouw heb je allerlei fitnessapparaten en zo. Er is zelfs een indoor renbaan. Gek voor woorden. Dus ja, een hele mooie dag eigenlijk zo de zondag. Dus en dan ga ik zo meteen. Kijk, het is nu 3:45. Zo meteen om 7 is er nog een avonddienst. Speciaal voor studenten, zeiden ze. Dus ga ik ook maar even heen. Even kijken of ik nog bekende gezichten zie. Dus ik hou jullie op de hoogte. Doeg!